De burgemeester van Strijen is opgelucht dat de gezondheidsrisico's voor de inwoners meevallen na de brand in Moordijk van vorige week. Dinsdagavond werden de RIVM-onderzoeksresultaten van lucht- en grondmonsters bekendgemaakt en daardoor bleek dat de vervuiling na de brand bij Chemiepak meevalt. Binnenmaas en Strijen houden woensdagavond een informatiebijeenkomst, waar vertegenwoordigers van brandweer, GGD en gemeente aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De VVD in Rotterdam presenteert vandaag een alternatieve locatie voor de nieuwe Kuip. De toekomstige thuishaven van Feyenoord en het omliggende stadionpark moeten volgens de VVD worden gebouwd op de plek van de oude tramremise in de Afrikaanderwijk. Rotterdamse agenten willen graag twitteren, dat blijkt uit de evaluatie van de proef Twitterkop. Die bestond eruit dat drie buurtagenten via Twitter hun volgers op de hoogte hielden van hun doen en laten. Volgens een van de agenten heeft het Twitter-kopproject al bij tientallen zaken tot een aanhouding geleid. Leon van Bon en Denny Stam hebben op de slotavond de 29e editie van de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. Tijdens de allerlaatste sprint pakten zij de winst in de koppelkoers. Ruim 31.500 mensen passeerden de afgelopen zes dagen de kassa's van Ahoy. En daarmee trok het wieler-evenement meer toeschouwers dan vorig jaar.